Merry Christmas, everyone! Dag allemaal en welkom! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Christmas Series. Vandaag heb ik echt geen adventskalender meer. Wat ik wel ga doen, is een aantal van mijn favoriete producten uit alle adventskalenders met jullie doornemen. En wees eerlijk, dat is de reden waarom we hier natuurlijk allemaal zijn vandaag. Ook jij klikte op deze video vanwege de titel. Maar ik ga jullie vandaag vertellen hoe je kans kan maken op dit pakket. Bommetje vol zit die. In dit pakket zitten 24 artikelen uit alle adventskalenders die voorbij zijn gekomen. En ik heb ze zelf met heel veel liefde ingepakt. Dus eigenlijk heb jij een soort van eigen samengestelde adventskalender. Er staan alleen geen nummertjes op en het is al december. Maar er zitten 24 cadeautjes in. Maar dat is niet alles wat ik deze maand weg ga geven. Ik heb nog een verrassing. Maar dat is meer voor de mannen. Wil je nou weten hoe je kans maakt op dit pakket? Blijf dan vooral kijken. Maar eerst gaan we een aantal van mijn favoriete producten bespreken uit de adventskalenders. En er zit zelfs iets tussen wat ik al opnieuw heb gekocht of heb moeten kopen omdat het al op was. Om te beginnen, deze Vitamine E Gentle Facial Wash van de Body Shop. Hij is ook al bijna op, zelfs. Ik gebruik hem bijna dagelijks. Ik weet niet of dat mag. Er staat niet op dat het niet mag. Maar hiervoor gebruikte ik eigenlijk nooit een facial wash. En ik vind het eigenlijk wel heel prettig. Soms ben ik zelfs te lui om make-up eraf te halen. En doe ik het met dit onder de douche. En dat werkt perfect. Mocht jij geïnteresseerd zijn in één van deze producten, ik zal ze allemaal doorlinken onder deze video. En ik heb ook even opgezocht wat ze allemaal kosten. En deze face wash kost €14,50. Het volgende favoriete product van mij uit die Body Shop kalender is het Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Deze heb ik pas 2 keer gebruikt of zo. Er staat op dat je hem 2 tot 3 keer in de week mag gebruiken. Dat heb ik nog niet gedaan, want ik vind hem best wel intens. Als in, je voelt hem best wel. Ik heb helemaal geen gevoelige huid of zo, maar hij prikt best wel. Maar als ik hem dan afwas, heb ik ook echt het idee dat hij mijn huid helemaal heeft gereinigd. En die charcoal maskers staan er natuurlijk ook onbekend, hè? Dat ze je poriën helemaal leegtrekken. En ik heb ook echt het idee dat dit masker dat doet. Ook hiervan heb ik de prijs even opgezocht. Als je deze loskoopt bij de Body Shop, kost het je €20. Dan gaan we door. Ik heb een heel lijstje gemaakt naar de Douglas kalender. En daar zat natuurlijk een Real Techniques Beauty Blender in. Ik had persoonlijk nog nooit een Real Techniques Beauty Blender gebruikt. Maar ik was meteen om. En ze waren een tijdje geleden bij Kruidvat in de aanbieding. Dus toen heb ik een paar ingeslagen. Want dit is wat mij betreft echt een blijvertje. Het volgende product uit die Douglas kalender waar ik zelf heel erg te spreken over ben, is de L-carnosine Anti-Age Eye Cream van Dr. Suzanne von Schmiedeberg. Ik kende Dr. Suzanne von Schmiedeberg nog niet, maar vanaf nu is ze mijn beste vriendin, want dit werkt echt. Ik ben altijd een beetje sceptisch over dit soort crèmetjes en anti-rimpel dingen en dergelijke. Maar ik gebruik deze nu ongeveer 2 weken en ik merk echt wel verschil, want mijn ogen zijn voornamelijk ook mijn probleemzones als het gaat om rimpels. En ik merk echt wel dat die huid daaromheen wat steviger is. Dus zoek je een goede oogcreme. Dr. Suzanne von Schmiedeberg is your girl. Ik heb even opgezocht wat een full size kost. Een 15 ml tube kost €49,99. En dit is een 5 ml. Dus dit is wel echt een testerformaat, denk ik. Maar je hebt echt maar heel weinig nodig. Dus dat is al een voordeel. Het laatste product uit de Douglas kalender waar ik echt heel erg enthousiast over ben, is dit Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask. Ik kende het niet. Het is een Koreaans merk. Het is niet heel makkelijk te verkrijgen ook in Nederland. Ze verkopen het bij Douglas bijvoorbeeld zelf helemaal niet. Maar het is dus een sleeping mask. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar je brengt het 's avonds gewoon aan op je schone gezicht, net als een nachtcreme. Alleen dit spoel je de volgende ochtend weer af. En mijn huid werd er echt mega zacht van. Ik heb nog voor 1 nachtje erin zitten. Ik ben heel zuinig geweest omdat ik het zo fijn vond. En het ruikt echt heel lekker. Het ruikt echt naar watermeloen en het doet me gewoon heel erg denken aan de zomer. Het is een beetje een gel-achtige substantie. Maar het trekt heel snel in je huid en het is heel erg licht en je voelt het eigenlijk helemaal niet zitten. Dus dit is wat mij betreft ook echt een blijvertje. Het is alleen jammer dat het dus niet heel makkelijk te verkrijgen is. Ik heb wel opgezocht trouwens wat het kost. Een grote pot van 80 ml kost €47,25. Dan ga ik door naar de Rituals Adventskalender. En ik ben best wel bekend met alle producten van Rituals. Dus ik heb eigenlijk maar 1 ding uitgekozen. En deze kende ik ook nog niet. Het is de Foam Fiesta Foaming Shower Gel van The Ritual of Holy. En deze vind
vind ik dus ook super lekker. Ik kende deze lijn niet. Ik had hem nog nooit eerder geroken. Maar er staat flamingo flower en pink grapefruit. Ik weet niet wat een flamingo flower is. Maar het ruikt heerlijk. En het is echt een schuim. Ze hebben natuurlijk die andere schuimende douche gels. Maar dat begint als een gel. En dat gaat later schuimen. Maar dit is eigenlijk gewoon. Dit lijkt gewoon op een scheergel. Dus het is heel licht. Het is niet vet. Het ruikt echt mega lekker. Mocht je nog een kerstcadeautje zoeken voor je moeder of je vriendin, dan is dit echt een aanrader. Uit de NYX of de NYX kalender heb ik eigenlijk ook maar één favoriet gekozen. Er zitten wel meer dingen in die ik nu op regelmatige basis gebruik. Maar er sprong er voor mij één uit en dat is deze Soft Matte Lip Cream in de kleur Cam. Ik heb hem nu ook op. Dit is echt mijn favoriet uit die kalender. Ik vind het een super mooie kleur. Ik vind ook dat die mooi past bij mijn huidskleur. Dit is natuurlijk ook een mini formaat. En de grootte van 8 ml kost ongeveer 7 euro. Je kan hem op verschillende plekken kopen. En hij kost overal een beetje rond de 7 euro. Deze blijft overigens super lang zitten. Dus dat is echt een voordeel. En hij geeft niet af. Top. Dan ga ik door naar de Benefit kalender. En daar zitten voor mij wel echt een aantal topfavorieten in. Onder andere deze Hoola bronzer. In deze kleur. Er staat niet op welke kleur het is. Maar het is deze. En als deze op is, ga ik denk ik wel de full size kopen. En ik heb even opgezocht wat die kost. En die kost 36,10 euro. Mijn god, zeg maar de geld. Maar ik heb wel het idee dat je hier heel lang mee doet. Dus dan valt 36 euro misschien ook wel weer mee. Er zaten natuurlijk een aantal wenkbrauwproducten in de Benefit kalender. Waar ik ook op hoopte. En één van die dingen was deze 24 Hour Brow Setter. En ook hier ben ik echt mega blij mee. Ik weet niet wat erin zit, maar het lijkt wel een soort secondenlijm. Maar ik heb nog nooit zo'n goede wenkbrauwgel gehad. En ook dit is de mini variant. Maar de grote variant kost, even kijken, 28,35 euro. En wat voor mij echt de klapper uit die Benefit kalender was, was dit. En het is het Precisely My Brow Pencil. Het was precies mijn kleur en hij is al op. Dus hiervan heb ik al een nieuwe gekocht. Dit is ook, was ook een mini variant. Die kan je wel kopen. Ik heb alleen niet opgezocht wat het dan precies kost. Ik weet wel dat de full size 28,35 euro kost. En ja, je kan wel zeggen dat dit het duurste wenkbrauwpotlood is wat ik ooit heb gekocht. Maar het is 28 euro well spent, want kijk naar mijn wenkbrauwen. En dan gaan we door naar de laatste adventskalender en dat zijn een aantal producten uit de Goodiebox adventskalender. Hieruit heb ik wel nog het minste kunnen proberen, want die heb ik een week geleden pas uitgepakt. En ik wil eerst een aantal andere dingen opmaken voordat ik weer alles open ga trekken. En ik weet natuurlijk niet hoe goed iets werkt als ik de hele tijd dingen door elkaar heen ga gebruiken. Waar ik wel iets over kan zeggen zijn deze producten. En dit is de 45 Second Top Coat voor Speedy Gloss by Nails Inc. En de Nail Kill Base Coat. To cover all bases with van Nails Inc. Nu zat deze in de Goodiebox van november. En deze zat in de Goodiebox adventskalender. En ik heb ze er toch allebei in gedaan. Omdat ik er gewoon heel erg tevreden over ben. Over een base coat kan ik nooit zo heel veel zeggen. Behalve dat hij doet wat hij moet doen. Waar ik wel echt heel erg tevreden over ben. Is dus die topcoat. Want die nagellak die blijft echt, nou, echt heel goed zitten. Echt dagenlang. Deze nagellak heb ik nu al 3 dagen op. Alles zit er nog op. Je ziet niks geks, geen hapjes, niks. Dit is echt een van de beste topcoats die ik tot nu toe gehad heb. Als je deze producten los wil kopen, ben je per stuk 16,90 euro kwijt. En dan het laatste product komt ook uit de Goodiebox kalender. En dit is de Youth Lab Candy Scrub and Mask. En dit ruikt naar spekjes. Het ruikt gewoon naar spekjes. Super lekker. Dus ik snap waarom het een candy scrub heet. Het is echt ongelofelijk wat dit voor mijn huid doet. Ik ben niet zo'n scrubber, normaal gesproken. Maar door alle adventskalenders heb ik aardig wat scrubjes verzameld. Dus ik vind het zonde om ze ook niet te gebruiken. Deze ben ik toch wel echt degelijk fan van. Want dit is dus een gezichtscrub, maar ook een masker. Je smeert deze op je gezicht, je scrubt een beetje licht. En vervolgens laat je hem 5 minuten intrekken. En als je dan je huid afspoelt, weet je niet wat je meemaakt. Het is echt soft like a baby's butt. Gewoon, het is echt zo zacht, het is niet normaal. En het ruikt echt heel erg lekker. Tot zover een aantal van mijn favoriete producten uit de adventskalenders. Zoals ik al zei, ik heb nog niet alles kunnen proberen. Ik vind het namelijk zonde om alles door elkaar te gaan gebruiken. Want ook dan merk ik niet wat het effect is van welk product. Maar wellicht kom ik er later nog een keer op terug. En heb ik iets ontdekt wat echt, nou ja, het beste ooit is. Maar dan horen jullie dat dan wel. En dan nu, het moment waarop ik bekend ga maken hoe jij kans kan maken op dit goed gevulde giveaway pakket.
Het is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is je te abonneren op mijn kanaal, deze video te liken en onder deze video te zetten waarom jij kans wil maken. Of misschien wil je wel iemand anders heel erg blij maken. Laat het me dus weten in de comments en uiteindelijk ga ik iemand uitkiezen en volgende week maak ik bekend wie de gelukkige winnaar is. But wait, there's more! Je wint namelijk niet alleen dit pakket, maar je wint ook dit pakket. Oh, ik krijg bijna eens een beeld. Deze kerstsok is gevuld met allerlei mannelijke beautyproducten. Wow. Mijn vriend en ik hadden een tijdje geleden het briljante idee om ook een adventskalender voor mannen te doen. Want daar zijn er niet zo heel veel van. Alleen is het helaas een beetje verkeerd gegaan met het filmen. Het beeld was gewoon onbruikbaar. Maar in die sok zitten dus een aantal producten voor mannen. En hij heeft een aantal van zijn eigen persoonlijke favoriete producten erin gestopt. Dus als je wint, win je niet alleen dit pakket, maar win je ook dus dit pakket voor mannen. Ben je nou single? Heb je geen man, om wat voor reden dan ook? Je geeft hem dan gewoon lekker aan je broer, aan je buurman, aan je vader, aan wie dan ook. Iemand waarvan jij denkt dat je die er blij mee kan maken. Het is kerst. It's the season of giving. Maar zet het vast in je agenda. Volgende week, 13 december, maak ik bekend wie de gelukkige winnaar is van deze winactie. Dat zal ik bekendmaken op YouTube, maar ook op mijn Facebookpagina en mijn Instagram account. En uiteraard zal ik je dan ook laten weten hoe je in contact met mij komt en hoe ik ervoor ga zorgen dat het pakket bij jou terechtkomt. Dan was dit het voor nu. Onwijs bedankt voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij een nieuwe video. Dankjewel.